Rotterdam Türk Sanat Müziği Korosu sezon sonu konseri verdi. Koro, yeni sezonda gençlik korosu için bir çalışma düzenleyecek. In 2001 is het Rotterdamse Turks Muziekkoor opgericht en heeft nu 25 koorleden. Voor hun zomerconcert hebben ze hun repertoire van Turkse klassieke liederen voorgedragen aan de bezoekers. Nou, sowieso gaat het natuurlijk om mensen die iets leuks met elkaar delen. Maar je hebt natuurlijk ook echt, er zit natuurlijk ook wel onderzoek achter. Elk jaar kiezen we een repertoire uit, twee repertoires. Die zoeken we uit en welke liedjes een concert kunnen vormen. Dus we zorgen ervoor dat de klassieke liedjes worden herleefd. En dat ze hopelijk ook worden doorgegeven aan de jongeren. Het was heel leuk. Ja, ik heb heel veel energie van gekregen door in het koor te zingen. Dat is mijn passie. Wat is er zo leuk aan? Ja, dat je met z'n allen iets naar voren brengt. Al die nummers zijn hele oude nummers. Niemand kent ze eigenlijk. En dan proberen we stukje bij stukje al gewoon goed de nummers onder de knie te krijgen. En met z'n allen kunnen we dit dan presteren. Dat is gewoon wat er zoveel leuk aan is. En het is niet zo heel erg populair. Waarom bent u bij een koor gegaan? Ja, dat we gewoon met z'n allen iets doen. En dat is eigenlijk de voornaamste reden. En dan ook dat je met Turkse mensen je eigen muziek beoefent. En zingen is gewoon hartstikke leuk. Voor de anderen is het misschien de sport, maar voor mij is zingen mijn hobby. Jaarlijks, alle concerten. Hepsini çok sevdiğim için şarkıların. Bana da yabancı gelmeyen şarkılar. Türkiye'de yıllarca dinlediğim şarkılar burada dinlemek daha güzelmiş. Ja, ja. Leuk. Absoluut leuk. Wat vindt u er leuk aan? De muziek spreekt mij sowieso aan. Ik vind het sowieso een leuk initiatief om zoiets toch klaar te krijgen, toch? Dat we steeds, zelfs onder de Nederlandse gemeenschap, geliefd zijn. Dat ze zoiets hebben, nou, volgend jaar ben ik er weer. Dit vond ik prachtig. En ze vinden ook de ambiance ook zo mooi. Hè? Het concert helemaal vinden ze mooi. Hoe we eruit zien en hoe het allemaal met een diavoorstelling. Dus we proberen het zo goed en zo duidelijk mogelijk te doen naar de buitenwereld. Hartstikke mooi, geweldig. Ja. Maar u verstaat het niet. Ik verstaat het niet, dat vind ik wel jammer dat de ondertiteling er niet bij is. Dat vind ik jammer. Maar toch kunt u ervan genieten? Ik geniet er gewoon van. In het ritme, dansend, meegaand. Ja, ik versta het wel niet, maar het is echt Turks natuurlijk. En dat is het leuke. En de muziekinstrumenten, die vond ik ook geweldig. Dus nee, ik heb ervan genoten. Keer?
Nee, wij komen al een aantal jaar. Ja, mijn vader die is Oedi, die zit achter de oet. En mijn broertje is, die speelt darbuka. Ja. Het is de familiekoor. Het is een soort van familiekoor, ja, klopt. Ja. En is het ook leuk om ze te beluisteren elke keer? Ja, natuurlijk, want ze gaan elke zaterdag zijn ze aan het voorbereiden voor dit grote spektakel. En ze zijn thuis ook heel vaak aan het oefenen. En ja, we zijn ermee opgegroeid en wij kunnen ook nooit wachten van oké, het is bijna zover en het is bijna zomer. Dan komt het grote concert en dan ja, dus het is echt superleuk. We zijn ook met een heel grote groep, dus het is echt heel leuk, ja. We hebben vanavond muzikanten gezien van verschillende nationaliteiten, maar ze spelen toch Turks. Is het moeilijk om Turkse muzikanten te vinden voor jullie koor? Ja, het is altijd spannend net voor zo'n concert. We hebben wel vaste muzikanten, we hebben altijd percussie, we hebben altijd kanon en oet tijdens onze repetities. Maar tijdens een concert willen we dat natuurlijk verrijken met nog klarinet of als het kan met een viool of met een ney. En dat soort instrumenten zijn natuurlijk best wel moeilijk. Je kan niet zomaar 1, 2, 3 iemand vinden die bereid is of die goed genoeg is om op een concert op te treden. Vinden jullie ook makkelijk koorleden? Ja, om maar even een voorbeeld te geven. Het is natuurlijk, mensen zijn natuurlijk allemaal druk. Iedereen is druk bezig. Door de week wordt er gewerkt. In de weekend moet je hier komen. De tijden komen mensen niet altijd uit. Dus vorig jaar hadden we echt een vertrek van een stuk of 7 koorleden. Dus daar viel echt een enorme gat. Maar we hebben door een open dag te doen, begin van oktober, hebben we bijna 10 nieuwe leden gekregen. Dus wat je vandaag zag, was gewoon de helft vernieuwd. Nou, dat brengt natuurlijk toch weer eigenlijk een nieuw startpunt met zich mee. 10 nieuwe mensen, 10 oude koorleden. Dus we zijn eigenlijk steeds aan het vernieuwen. En we willen eigenlijk nog wel groter worden, want niet iedereen kan altijd ergens zijn. Dus als je grote groepen hebt, is uitval niet zo erg. Gezongen, hoe voelt dat? Ja, spannend. Ik vond het heel mooi. Ja. Hoe lang doet u dit al? Nou, ik doe zelf niet zo lang, half jaar. Maar ik volg de koor al heel lang. Ja. En u bent er uiteindelijk bij gegaan, waarom? Ja, muziek vind ik heel mooi. Ik ben gek op Turks klassiek. Ja, dat is voor mij allemaal nieuw natuurlijk, maar het voelt heel, heel fijn, heel spannend allemaal. Ja. En hoe vindt u het dat er ook heel veel jonge mensen aanwezig zijn? Dat vind ik ook heel mooi, want dat had ik toch niet verwacht. Turks klassiek is toch wel een beetje onbekend bij Turkse jonge mensen hier. Nou, dat vond ik heel fijn om te zien. Ja. Wat voor muziek luister je normaal gesproken?
Van alles en nog wat. Maar dit is gewoon echt leuk, interessant. En een vriend van ons, die speelt er zelf ook op. Dus ik vind het leuk. Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Ja, je kan oude muzieksoorten kan je terugvinden. Die al bijvoorbeeld 100 jaar geleden al gezongen werden. En dat vind ik wel leuk. Van alle filmpjes en zo, muziek. Dat is wel interessant. Wil niet alleen laten zien wat ze gedurende een jaar hebben geleerd, maar ook laten weten aan het publiek en omgeving dat ze een jongerenkoor willen starten. Dus we hopen een jongerenkoor op te richten dit jaar. En daar kunnen dus jongeren tot 18 jaar deelnemen. En wat gaan de jongeren dan zingen of doen? Ja, kijk, Turkse muziek bestaat natuurlijk uit heel veel stromingen. Wij zingen zelf klassieke liederen. Maar daarnaast kunnen kinderen en jongeren natuurlijk hun eigen repertoire maken. Ze kunnen popliederen zingen in de Turkse taal. Ze kunnen rockliederen zingen. Ze kunnen Turkse volksliederen zingen. Naar zo'n voorstelling, zeg maar. Dus. Je bent niet opgegroeid met deze muziek, maar toch luister je er wel naar. Wat vind je er leuk aan? Ja, ik ben gewend aan popmuziek, dus ik vind het gewoon een beetje apart. En het is gewoon... En versta je het? Kun je het volgen? Ik begrijp wel wat ze zeggen, maar ik ken de songtekst niet uit mijn hoofd. Maar je vindt het wel leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Gewoon. En zou je zelf willen zingen in een koor? Daar ben ik ook van plan, maar ik weet nog niet wat voor soort. Dus daar ben ik nog een beetje... Is Turks muziek oud of nieuw? Nieuw, zeg maar. Ja, daar heb ik meer van. Ja, het trekt me gewoon aan. Het is gewoon meer dat cultuur natuurlijk. Want al popmuziek, dat is gewoon allemaal Europees. Maar dit is gewoon echt traditioneel Turks. En dat vind ik gewoon interessant. En versta je ook wat ze zeggen? Of is het begrijpelijk? Ja, ik versta het hoor. Alleen zijn natuurlijk sommige Turkse oude woorden, maar ik zag ook in het dia's dat ze gewoon ook de betekenis erachter schreven, dus dat maakt het vrij duidelijk.